opneemt, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Te gast is Frederik Durink. Frederik, je bent van Centronics. En wat doet Centronics? Centronics is een bedrijf wat ik zelf heb opgericht, wat gericht is om de parfumindustrie een revolutie teweeg te brengen. Om eigenlijk de plezier van iets te maken, om dat bij een klant te leggen. Ten eerste, waarom was het nodig dat er een revolutie kwam? Wat ik interessant vind aan de parfumindustrie, is eigenlijk een hele kleine groep mensen die bepalen voor de rest van de wereld hoe we allemaal ruiken. Dus er zijn een hele selecte groep parfumeurs en die bepalen altijd wat eruit komt. En ik vind het heel interessant, omdat geur voor mij is iets heel intiems. Zegt heel veel, letterlijk, je ademt het in. En ook hoe het bij mij op mezelf werkt, maar ook op anderen werkt, is dat het ook een soort reflectief vermogen is. Het is ook een verlengstuk van je identiteit. Dus waarom zou je dat niet zelf vorm kunnen geven? Waarom zou je daar zelf geen controle meer over kunnen hebben, wat dat precies is? Ja. Dat is een startpunt. En wat is dan het vervolg geweest? Want hoe ben je... Het is een iets langer verhaal. Ik ben ook van origine een filmmaker. Maar als filmmaker wil je altijd je publiek eigenlijk meekrijgen in een verhaal. En waar ik achter kwam is dat heel erg kan tot een zekere hoogte. Ik ben documentaire filmmaker als achtergrond. Maar op een zeker moment merkte ik van je wil eigenlijk voorbij het scherm. Een collega van mij, Marcel van Braken, was toen bezig met een project. Of dat starten we eigenlijk samen. Wat ging over geur. Toen hebben we een boek daarover geschreven, dat heet Scent of Smell. En van daaruit zijn we onderzoek blijven doen, ook hoe je geur kan gebruiken als communicatiemiddel. En een van de dingen die daaruit voortgekomen is een installatie. En daar weer op volgt een samenwerking met een groot Amerikaans of internationaal geur- en smaakbedrijf, het IFF. En van daaruit had ik het idee, eigenlijk in een donderslag bij heldere hemel, zag ik het voor me van oké, je hebt een mechanisme. Je hebt een machine voor je, en je komt een winkel binnen, je hebt een vragenlijst, je hebt een stuk software die je interpreteert wie je bent, hoe je staat. En je loopt eigenlijk naar buiten met je eigen gepersonaliseerde geur. Toen werd het algoritme van het parfum mixen. Ja. En daar heb je ook een installatie van op het ITVA gehad. Deze maand, vorige maand, een paar weken geleden. Ja, dus eigenlijk, we zijn opgericht in juni. Hè, dus we zijn eigenlijk als Amerikaans bedrijf zijn we toen pas opgericht. Dus toen hadden we de investering rond. We hadden al eerder een prototype gemaakt en op het DocLab, wat een onderdeel is van het Internationaal Documentaire Festival in Amsterdam, hadden we eigenlijk onze lancering. Dat we voor het eerst naar buiten kwamen met wat we aan het doen waren. Dat was voor het eerst, vertelden we dat eigenlijk aan het grote publiek. En dat kwam voort omdat we al eerder op DocLab hadden gestaan met een geurinstallatie. En dit is eigenlijk een vervolgproject van mezelf, waar ik eigenlijk met geur verder onderzoek doe. Maar mag ik iets heel raars tegen jou zeggen? Toen ik zat te lezen, dacht ik van, ja, jij bent kunstenaar. Ja. Dit zijn kunstexposities. Ja. Je exposeert. Tot ik ergens in die stukken las dat je 500.000 investeringsgeld hebt opgehaald. Ja. Toen was ik het spoor bijster. Ik denk, wie investeert nou in... Wat is het voor een kunstenaar? Wie investeert nou in godsnaam in een kunstenaar? Want ik denk, ja, zo'n algoritmische parfumstand op een filmfestival, dat geloof ik allemaal wel. Maar waarom zou ik daar 500.000 in investeren? Er zit een heel verhaal vooraf. Maar ja, maar dat begin, was laat ik, laat ik beginnen. Ik was een spoorbijster. Nou ja, laat ik beginnen. Ja, ik ben een kunstenaar. Maar ik denk heel erg na. Ik zit heel erg op het snijvlak tussen aan de ene kant technologie. Aan de andere kant media. En eigenlijk ook aan de andere kant van, god, wat gebeurt er in de maatschappij en hoe reflecteer ik daarop? En dat startpunt van, goh, ik vind het interessant dat geur iets eigens wordt voor iedereen. Dat je je eigen geur kan hebben. Dat je zelf bepaalt hoe je ruikt, wat je identiteit is, wat je daarmee uit wil dragen. Dat was voor mij eigenlijk het startpunt. En dat is gewoon als kunstenaar, ik bedoel, daar ageer je tegen bestaande systemen. Wat voor mij een volgende stap was, van ja, ik ging kijken van hoe complex is dit project. En hoe complex is eigenlijk het vraagstuk wat ik mezelf heb gesteld. Stel dat je hier iets mee wil doen. Dan kom je niet meer in een traditionele, ik ga een fonds aanvragen bij het stimuleringsfonds. Of ik ga dat en dat doen. Dan ga je eigenlijk nadenken van, ja, maar wacht eens even. Wat is eigenlijk de potentie van het idee en hoe sterk is het idee? En aan de andere kant, wat wil je bereiken en wat voor middelen heb je daarbij nodig? En voor mij was het niet evident,
dat ik eigenlijk de traditionele fondsen ging aanboren. Hè, er zijn heel veel van die fondsen. Tuurlijk, dus ik wilde heel stimuleringsfonds hier. En ik wilde heel graag, wat ook een ding is wat ik zelf als maker heel erg belangrijk vind, is dat ik op zoek ga naar wat zijn eigenlijk mijn mogelijkheden om op alternatieve manieren financiering te vinden die niet via de traditionele subsidiekanalen liggen. Maar om dat te kunnen doen, moet het verhaal, wil je daar komen, moet je een sterk verhaal hebben. Dus voor mij is het aan de ene kant is het echt een, het is echt een bedrijf. Ik bedoel, het is een serieuze investeerder. Aan de andere kant is de doelstelling die je ermee hebt, is nog steeds dat ik denk van ja, waarom zouden we niet dat op die manier anders kunnen doen? Ja, maar snap je dat ik het spoor bijster ben? Want ik denk, ja, als jij een serieus technologiebedrijf bent die daadwerkelijk met geur nieuwe ontdekkingen aan het doen bent, dan ga je dat toch niet laten zien op een filmfestival? Nou, dan ga je toch op een technologiebeurs staan en kijk. Nee, want kijk, waar we staan nu, hè, dus er was een eerste lancering, een prototype eigenlijk van het mechanisme. Maar dat was niet in de zin een kunstproject dat het alleen maar tot bewustwording moet leiden. Er gebeurde ook daadwerkelijk wat. Nee, het is echt daadwerkelijk. Je ging een vragenlijst invullen. De vragenlijst die was al aangesloten op de AI. Dat geloof ik ook nog allemaal. En dan doe je een beetje alcohol, nee, een beetje dit, uitleggen. Een beetje dus waar we staan op dit moment is, zoals je weet, gaat alles over data. Dus wij moeten data ook verzamelen. Dus wij zijn ook aan het kijken van hoe kan je op een andere manier kun je aan data komen. Maar ook van ja, ik kan wel heel erg zeggen dat ik denk dat dit een groot succes is. Voor mij was het ook voor mij een eerste validatie van oké, hoe reageert het publiek hier nou eigenlijk op? En dat is een hele veilige context van waar je in eerste instantie, van waar je eigenlijk in een vergevingsgezinde omgeving, dat je kan uit gaan proberen, oké, wacht even, we gaan ook nog wat geuren uitwisselen. En hoe werkt dat? En hoe werkt dat? Dus dat was, ja, voor mij is dat heel eigenlijk interessant om op die manier daarnaar te kijken. Een ander ding wat ik interessanter vind is ook, ik vind dat de lijn tussen aan de ene kant kunst, hè, wat is nou eigenlijk kunst, of nou ja, die discussie, en aan de andere kant van oké, wat is commercie, ik vind het eigenlijk interessanter om op dat snijvlak te gaan zitten en daar tussendoor heen te laveren, te kijken van oké, waar kan ik, wat kan ik en waar kan ik uitkomen. Dus jouw verwarring, dat heb je waarschijnlijk precies bedoeld. Is het eigenlijk niet bedoeld, maar vind ik eigenlijk een compliment. Hè? Dus ik vind het eigenlijk interessanter. Het enige probleem is, ik neem het technologisch daardoor niet helemaal serieus. Ja, dat is oké. Dat mag. Vind je niet erg? Nee, ik weet wat de potentie is van het idee. En ik weet hoe er gereageerd wordt vanuit de industrie. Dat is een hele andere reactie. Ja, wat is die? Ja, die reactie, dat is toch wel een aan de ene kant een zeer geïntrigeerde reactie. En aan de andere kant is het ook, kijk, de parfumindustrie is redelijk traditioneel. Hè. We hebben eigenlijk al 2000 jaar gooien we dingen bij elkaar. Dat is een man die dat doet. Ja. En vervolgens wordt het in een flesje gedaan. De flesje gaat naar een winkel en dan ga jij naar een winkel en dan koop je het in een winkel. Dat is eigenlijk het businessmodel. Ja. Dus als je daaruit komt dat je in één keer productie, logistiek, retail in één concept omdraait en in één keer dat heel en gaat individualiseren. En gaat individualiseren. En eigenlijk datgene wat op dit moment de driving kracht is, namelijk marketing, als je die op die manier eigenlijk daaraan gaat, aan die poot gaat zagen, ja, dat roept vragen op. En dat vind ik interessant. Dat vind ik interessant als kunstenaar, filmmaker. Dat snap ik. Want je bediscussieert de systemen. Maar ik vind het ook interessant als kun je op een andere manier zaken doen. Kun je ook op een andere manier eigenlijk kun je iets doen. Hey, maar ik vind het super interessant. En als zeg maar als het zo is dat je dat op maat, persoonlijk, et cetera, kan maken, dan snap ik ook helemaal dat er iemand geld in het idee stopt. Hij gelooft ook erin dat jij dat kan waarmaken. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook wel een bijzondere. Maar even nog bij die beginvraag. Want je zegt, je hebt een vragenlijst, et cetera. Is er een relatie weet je, tussen ik die een vragenlijst invul en de geur op maat die eruit komt? Kan je daar al zoveel over zeggen? Nou, ik kan een aantal dingen zeggen. Dus er is een vragenlijst, dus aan de ene kant, wat vragen we in de vragenlijst? Want dat is eigenlijk dan de cruciale vraag, hè? Dat is de onderliggende vraag. Gaat die over geur, gaat die over persoonlijkheid? Voor een deel gaat die over geur, voor een deel gaat die over je geurvoorkeuren.
Hij gaat over een, voor een deel gaat hij over, wat is het doel wat je hebt met de geur? Is het voor jezelf? Is het niet voor jezelf? Wil je het 's avonds dragen? Wil je het niet 's avonds dragen? Wil je casual overkomen? Nou, enzovoort, noem maar op. Dus die combinatie van factoren, tussen een aantal dingen weten we gewoon, oké, er zit een glasharde correlatie. Op een aantal andere dingen, persoonlijkheid, daar is de literatuur vrij expliciet. Daar wordt eigenlijk van gesteld, dat zit er helemaal niet. Daar is geen correlatie. En toch vind ik het interessant om daar ook naar te kijken op een andere manier. Om daar een andere manier eigenlijk toch in die vragenlijst zoals we dat nu hebben gedaan, om te kijken van kunnen we daar correlaties toch vinden. Ja, ja. En in dat kader ook interessant, Johan Schaap vraagt op Twitter, die kan zich nog de iSmell van vroeger herinneren. Ik weet niet of jij hem nog kent, maar die claimde destijds geur te kunnen toevoegen aan computerapplicaties en websites. Dus weet je, als extra ding wat je toe zou kunnen voegen aan technologie. Hij vraagt, hoe snel wordt zo'n geur gemaakt en zou zoiets eigenlijk kunnen? Ja, ik denk dat het kan. Ik denk dat er zijn al applicaties of er zijn al apparaten. Ze hebben ook film, tv, extra. Ik ga erop in. Dus dit is een groter apparaat. Dus dit is echt gericht op parfum. Maar je kan je voorstellen, een van de andere installaties waar ik aan eigenlijk bedenken van ben samen met nog een aantal anderen. Dat is daar zit geur eigenlijk als al een storytelling middel in. Hè? Dus dat is echt ondersteuning van het verhaal. Dus daar heb je alleen geluid en geur. Maar het interessante juist doordat je het visuele bijvoorbeeld daarin weghaalt, is dat mensen zelf beelden beginnen te projecteren. Hè? Dus dat het een veel rijkere ervaring wordt. Dus ik denk dat dat kan. Ik denk dat het er ook aankomt. Ik denk dat het er veel sneller aankomt dan dat we denken. En ik denk ook dat de impact daarvan veel groter is dan dat we denken. Geur is een extreem krachtig medium, dus het beïnvloedt ons zonder dat we controle hebben over onze fysiologische reacties. Dus het is echt direct, het veroorzaakt een trigger. Dus dat betekent dat je dat inzet voor storytelling of voor wat van ook doen. Wij eigenlijk, cognitief kunnen we daar eigenlijk heel weinig mee. Dus we reageren letterlijk fysiologisch en voordat we het in de gaten hebben, is die reactie er. Dus dit is een heel krachtig ding. Je hebt een flesje meegenomen. Ik heb een flesje meegenomen, ja. Dit is gecreëerd door Sarah. Dit is generatie 648. Dus Sarah heeft dit ingevuld op het ITVA. En dit is haar unieke geur die ze heeft. En Sarah kennen wij niet, hè? Sarah kennen we niet, nee. Nee. Jij wel? Ik ken Sarah wel, ja. Ja. En het je loopt goed mee in de tijd. Het algoritme is overal, hè? Ja. Dus je hebt nu geen startups meer zonder AI, zeg maar. Ja. Die deskundigheid had jij niet vanzelf in huis. Nee. Maar hoe werkt dat? Zo. Het is extreem complex. Ja. Laat ik beginnen, het is extreem complex, omdat... Sarah ruikt het best wel lekker. De verbanden die gelegd worden in... de correlatie tussen hoeveel een ingrediënt erin zit en hoe je dat ruikt, hoe we dat waarnemen, of hoeveel invloed het heeft op de andere ingrediënten, dat is een zeer complexe materie. Dus daar zijn we heel erg mee aan het stoeien. Dus aan de ene kant wat we hebben is niet alleen een stuk software, maar we hebben ook een stuk hardware. Dat is een grotere installatie waarmee we eigenlijk heel snel geuren kunnen creëren. Dus ook straks het idee is in een retailomgeving of op een vliegveld of een hotel, dat je daar je eigen geur mee kan maken. En op die manier kunnen we valideren eigenlijk onze AI veel sneller trainen. Ja, want iemand die een 500.000 in jullie stopt, die heeft een groot geloof in dat hij dat er een kans is dat hij dat gaat terugverdienen. Ja. Want wat is zeg maar dat het plan wat je die investeerder hebt verteld? We gaan dit in winkels terugzien. Ja. Dus je maakt een installatie die geschikt is voor een winkel. Ja. En in die winkel kan ik parfum op maat. Jij stapt binnen, of je doet het al thuis. Maar je stapt binnen, je vult de vragenlijst in, je ruikt. Afhankelijk van hoeveel tijd je hebt, kies je een pad. En dat pad, dat loods je eigenlijk door je selectie heen. Wat ik interessanter aan vind, is dat de beleving die nu heel erg om geur is. Ik ben zelf, dat klinkt misschien wel raar, maar geen parfumkenner. Nou, dacht je niet zeggen dat je niks rookt. Nee, maar ik ruik wel, maar ik ben geen parfumkenner. Maar wat ik zelf, ik heb wel vaker parfums gekocht en eigenlijk verlies je jezelf daar helemaal in. Dus het is eigenlijk voor verschillende niveaus willen we eigenlijk dat daar gewoon een goede aansluiting zit. Dus dat iedereen van leek tot expert
zich eigenlijk uit kan leven. Uiteindelijk komt het in een winkel te staan, inderdaad, waar je binnenstapt. En afhankelijk van hoeveel je tijd je hebt en wat je budget is, bepaal je wat je zelf krijgt. En dat kun je ruiken. En ja, ik wil hem toch nog iets aanpakken. Nou, passen hem. Heb je een minuut later, heb je een aangepaste. Hey, maar waar zit dat verschil? Je zegt van, ik ben zelf geen expert, maar aan de andere kant denk ik, ja, je kan ruiken en je weet wel wat je fijn en prettig vindt. Nou, dus waar is het verschil tussen de leek en de expert als die naar de winkel gaat? Nou, het verschil tussen leek en expert, een expert die weet, oké, ik wil dit en dit ingrediënt hebben. Ja, die weet beter wat hij wil. In die en die formule. Ja. En dat werkt eigenlijk niet zo goed met dat en dat. En dus die heeft veel meer controle, krijgt hij eigenlijk vrijheid, krijgt hij over het systeem. Dus daar kan hij veel zelf meer actief mee interacteren. De leek, die moet je veel meer leiden. Dus die zal op een hele andere manier, zal die eigenlijk door het proces heen geloodst worden. Ja. Ik vind het een fantastisch idee. En ben ik het cirkeltje voor mij ook alweer een beetje rond. Dan kijk naar jou. Je bent inderdaad, je hebt kunstacademie gedaan of filmacademie. Ja, de kunstacademie, Sint-Joost. Je hebt een idee. Je zal toch wat scheikundigen op een gegeven moment nodig hebben gehad. Of mensen met verstand van dit soort dingen. Hoe ga je dan de volgende stap zetten in dit krankzinnige plan? De eerste stap was... Want je bent een jaar hiermee bezig. Ja, de eerste stap was investering zoeken. Investering landen. Dat vind ik op zich al een... Dat is, ik heb een traditionele seedronde gedaan in Silicon Valley. Dus ik ben eerst naar New York geweest, in San Francisco geweest. Ja. Daar een aantal keren... Maar op een idee? Toen was er eigenlijk ook een prototype. Dus ik had een prototype wat werkte. Ja. Maar wat eigenlijk nog heel erg beperkt was in zijn mogelijkheden. En eigenlijk sinds we de funding hebben... Ja, we hebben chemici in dienst, we hebben psychologen in dienst... elektrotechnici... we werken met 15 mannen nu aan. Dus het is serieus bedrijf. Het is serieus. Ja. Ja, het is een droom, moet ik heel eerlijk zeggen. Het is fantastisch. Ja, ik werk heel veel. Ja. Ik werk gewoon 7 dagen in de week en het zit in mijn huis. Dus mijn huis is gewoon niks. Weet je. Ik heb alleen nog mijn slaapkamer, maar ook daar hebben we normaal werk over. Als we 1-op-1 gesprekken hebben, is dat op mijn bed. Ja, omdat we gewoon niks meer hebben. Maar het is gewoon niet. Ik zit gewoon heel vaak dat ik mezelf knijp. Ja, dat je niet. Shit. Dit maakt niet onderdeel van een planning uit. Het is ook zo tof dat je zo ontzettend je idee tot in extreme kan doorvoeren. En daar ik ook, ook wel de stress van heb, omdat je alle verantwoordelijkheid. Ik bedoel, zo'n investeerder hij is supergoed. Het is echt een... Chinese-Amerikaans bedrijf. Ja, Koreaans-Amerikaans. Het is eigenlijk de succesvolste seed funder in Silicon Valley. Dus hij doet het meeste aan seed funding en is daar ook het beste in. Dat is gewoon fantastisch. Ook het feit dat zo'n man binnenboord komt en hoe dat gaat. Ja, die gelooft. Maar hoe ben je aan hem gekomen? Ik had een aantal pitchgesprekken in New York en in Silicon Valley. En ik kwam in New York aan en toen waren de helft van mijn pitchgesprekken al afgezegd. En toen vloog ik door naar San Francisco en toen was alles afgezegd. Dacht ik, ik zat in het vliegtuig en godsnaam, je bent gewoon gek. Wat ben je aan het doen, weet je? Het slaat gewoon helemaal nergens op. Nee. En ik heb een vriend die heeft een eigen bedrijf in Silicon Valley. En die zei, weet je, wacht even, oh shit, dit is niet goed. Dus die ging ook kijken van wie ken ik, wie is er. Kwam s'avonds om 11 uur kwam ik aan. En zei, wacht, ik stuur Matt even een e-mail. Toen stuurde ik een e-mail En het werkt eigenlijk, je moet een introductie hebben. Dus zonder introductie kom je niet bij venture capitalist, kom je binnen. En ik kreeg een introductie. De volgende dag zou ik terugvliegen, had ik dat gesprek. Ik had ondertussen wel wat andere gesprekken nog ook weer kunnen regelen. Maar dat was eigenlijk het laatste gesprek. En dat was een klik. Dat was echt een klik. Dat was fantastisch. Ja. Ik was een klik, dus ik had andere mensen gesproken en ook interessant. Maar je merkt hier gewoon dat iemand helemaal gaat voor de visie. En dat is ook... Jullie focussen nu vol op die AI, de kunstmatige intelligentie. Het ontrafelen van waar die persoonlijke geur uit bestaat. En hoe je die kunt reconstrueren. Ja. Of hoe je eigenlijk
weet je wel, door vragenlijsten, door persoonskenmerken kunt ontleden waarom iemand een bepaalde geur fijn of prettig vindt of daar op een bepaalde manier op reageert. Wat is nu jullie volgende stap? Wat is jullie volgende product? We hebben eigenlijk twee dingen. Hè. Dus aan de ene kant is het een stuk hardware, wat complex is. Dus niet alleen is het eigenlijk in de creatie. Ik denk dat het een soort mengapparaat is. Ja, het is een groot mengapparaat waar een groot aantal ingrediënten in zit. Ja. Dus dat is een hele... Ik vind het een hele mooie machine. Een stukje enthousiasme wat je hebt voor... Maar dus ik vind dat ding, dat doen we heel zorgvuldig, geven die ook vorm. Hè, want je bent daar toch te veel vormgever ook voor, of ontwerper. Moet er wel mooi uitzien ook. Ja, ik vind dat het mooi uit moet zien. Dus dat is al een complex ding. Weet je, daar heb je normale machinefabriek voor. Die zegt van over 2 jaar of 1,5 jaar kunnen we dit doen. En kom dan maar terug. En eigenlijk, we rammen dat er nu uit. En die machine moet aanstuurbaar zijn. Precies. Er komt een bepaalde formule uit jouw algoritme straks. Juist. En die zegt er moet 1/10 gram dit en 1/100 gram dat. Ja. Van hoeveel ingrediënten in die machine straks? Het precieze aantal hou ik nog even geheim, maar we zitten boven de 150 ingrediënten. Zo. Ja. Dus je moet voorstellen dat... Het is elektronisch aanstuurbaar? Het is elektronisch aanstuurbaar, maar je moet ook voorstellen dat we verschillende flesgrootjes hebben. Hè. Dus als jij gewoon iets aan het uitproberen hebt, wil je eigenlijk iets heel kleins hebben met heel weinig volume. Labeltje erop, want je maakt je eigen unieke geur. Dus dat is echt het idee. Hè. Dus jij bent het merk. Dus daar gaat het voor ons over. En dan komt hij van de band af en dan pak je hem. En dan is hij voor jou. Pak je een sticker op? Ja, nee, de sticker wordt erop geplakt. Ja. Dat zit er ook bij. Ja. Nee, maar dus wat je eigenlijk zegt, er zit zoveel complexiteit in. Ja. Het algoritme is complex, omdat... Alles is complex. Ja, alles is complex. Ja, de hardware is complex. Ik doe altijd complexe dingen. Dus, maar nu heb je er eindelijk eentje gevonden waar ook een commerciële component in zit. Nou ja, ik heb wel vaker over dingen nagedacht. Dat ik denk, ik zou hier iets meer goed mee kunnen. Ja. Het interessante is, eigenlijk wat ik leuk vind, is dat ik vaker dan het niet heb gedaan. En ik dacht nu... En nu zit je gewoon... Fuck it, ik ga het gewoon doen. En nu zit je gewoon een machine te bouwen. Ja, een machine en een bedrijf en eigenlijk een strategie en een exportatiemodel. Krijg je al reacties uit de gevestigde parfumindustrie? Ja, en interesse of interesse? Schrikken ze een beetje? Want ze schrikken. Als je natuurlijk oog hebt voor trends en hoe dingen werken, ben ik het 100% eens met jouw analyse. Er is natuurlijk geen enkele reden waarom dit niet zou personaliseren. Ja, dus ze schrikken. Ja. Ook heel, hoe zou ik zeggen, soms... Beetje skepsis misschien. Een beetje grappig, hè? Gaat je toch niet lukken. Ja. En dat is natuurlijk ook wel... kijk, ik ben me wel bewust, IBM Watson, die is hiermee bezig en die... Ik heb zo'n barbecue, barbecue saus of zo. IBM Watson, laten we zeggen, een 10-fout of een 50-fout of een 100-fout aan een budget wat hun per jaar eraan... Ik denk nog wel meer. Voor dit onderdeel van geur. Okay. Dus aan de ene kant, er wordt een beetje lacher over gedaan. Aan de andere kant... mensen die mij iets langer kennen, die weten dat mijn track record wat dat betreft, als ik zeg dat ik iets ga doen, ik ben heel koppig, dus ik ga net zo lang door totdat het lukt. En volgens mij gaat dit ook lukken. Ja, prachtig man. Ja. Nou, mooi verhaal. Gaaf project, ja. Ik zou het ongelooflijk leuk vinden als je over een jaartje eens terugkomt om te vertellen hoe het jullie vergaan is, want dat is natuurlijk bloedspannend. Het is heel spannend, ja. Maar het is heel leuk. Ja. Vooral dat ook. Ja. Ja, mooi. Nou ja, en als je dan de juiste investeerder hebt gevonden die daarin mee wil gaan. Want dat is denk ik het verschil wel met echt angel investors die je in Amerika hebt. Ja. Hier noemt mensen ook wel, maar die willen meteen eigenlijk zoveel te zeggen hebben over een bedrijf. Dit zijn vaak mensen die geloven in jou. Geloven in jou en zonder jou is het idee niet namelijk. Ja. En dat is de kracht van... Dat, ik heb altijd nagedacht aan Amerika. Maar dat is echt de kracht, het optimisme. En eigenlijk waarom eigenlijk kan het niet? Natuurlijk kan het. Als jij denkt dat als je het idee hebt en je hebt dit en dit ook al gedaan, dan geloof ik wel dat het gaat. Go for it. Dat is fantastisch. Ja. Dat is echt...
Ja, dat geeft je ook vleugels. Ja, snap ik helemaal. Ja. Fantastisch, man. Heel mooi. Nou, dank je wel. We horen graag. We blijven je volgen. Leuk om het over een jaartje vertellen. Ja. Goed. Ja. Dank je. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd de sponsors. En dat zijn Bier & Co. voor de biertjes. PQR voor de hosting van de website. Freedom Lab voor de gastvrijheid. En Streamzilla uit Groningen voor de livestream. Iedere week weer. Kijk live iedere dinsdagavond vanaf 9 uur. En ons hele archief van nu al een jaartje of 8 kun je via fastmovingtargets.nl of YouTube terugzien. Dag.